Dit is RTV Apeldoorn Nieuwsflits met... Gemeente gaat over op LED-verlichting. De gemeente Apeldoorn gaat de komende jaren een aantal lantaarnpalen voorzien van LED-verlichting. In totaal heeft Apeldoorn 29.000 lantaarnpalen staan waar de gemeente zorg voor draagt. Netbeheerder Liander is verantwoordelijk voor het aan- en uitschakelen van de straatverlichting. Door over te stappen van TL en ontladingslampen naar LED-verlichting bespaart de gemeente ongeveer 40% op energie- en onderhoudskosten. Deze armaturen die we dus nu hier zo zien, die worden vervangen omdat ze dus op dit moment wat minder energiezuinig zijn. We gaan dit vervangen voor LED-verlichting. En hoeveel gaan we er uiteindelijk vervangen? We gaan er op dit moment 1100 dit jaar vervangen. En volgend jaar willen we nog zo om en nabij een 1100 stuks ook weer vervangen. En als we nou praten in zuiniger in energie, wat voor soorten besparing hebben we het dan over? Nou, als we kijken naar dit armatuur, die verbruikt op dit moment het oude 42 watt. En wat we er nu op zetten, zitten we ongeveer op 16 watt. Slechts een klein deel van de lantaarnpalen in Apeldoorn krijgt LED-verlichting. We hebben de laatste jaren ontzettend veel armaturen aangepakt, energiezuinig gemaakt. Ja, en dit zijn dus zeg maar de serie die nog eigenlijk gedaan moeten worden. Dus dit zijn de minder energie-efficiënte armaturen. Nou, las ik ook dat jullie op plaatsen waar dat van toepassing is rekening houden met het wild. Betekent dat minder licht, ander licht? Hoe moet ik me dat voorstellen? Nou, het betekent sowieso minder licht. We proberen dus wat op lagere lichtpuntniveaus te gaan werken. Indirect licht, dus dat houdt in dat we dus niet de lichtbron meer zien, de lamp niet meer zien, maar dat we het met via spiegels daar gaan brengen van waar het ook nodig is, het licht. En hoe lang gaan we erover doen nog, over het vervangen van dit licht? Dit licht wat we nu doen, van die 1100 stuks, dat is einde dit jaar, als het goed is, helemaal afgerond. Ja, het is natuurlijk eventjes afhankelijk van de weersomstandigheden, maar ja, ik heb er een goede hoop van dat we dit jaar helemaal klaar hebben.